wil jullie een verhaal voorlezen vanavond van Wijlen Godfried Bomans. En het heet Een Witte Kerst. Er was eens een man die het kerstfeest grondig vieren wilde. Hij haalde een laddertje uit de schuur en spande langs het plafond de rode papieren slingers. Aan de lamp hing hij van die rode bellen die opgevouwen weinig lijken, maar naderhand nog aardig meevallen. Toen dekte hij de tafel. Hij had die voor urenlang over 3 winkels verdeeld in de rij gestaan. Maar het zag er dan ook goed uit. Naast elk bord stak hij tenslotte een kaarsje aan, waarvan je er 10 in een doos koopt, en klapte daarna in zijn handen. Dit was het teken om binnen te komen. Zijn vrouw en kinderen hadden al die tijd in de keuken met elkaar een verlegen glimlach gedeeld. Ze kwamen bedremmeld binnen. Nee, maar, zeiden ze, dat had je niet moeten doen. Maar omdat hij het toch al gedaan had, gingen ze alle blij zitten en keken ze elkaar warm aan. En nu gaan we niet alleen smullen, zei de man. We moeten ook beseffen wat er nu eigenlijk gebeurd is. En hij las voor hoe Maria en Jozef alle herbergen afliepen, maar nergens was er plaats. Maar het kind werd tenslotte toch geboren, zei het dan in een stal. En toen begonnen ze te eten, want nu mocht het, al was er veel ellende in de wereld. Kijk, zei de man, dat is nu kerstvieren. En zo hoort het eigenlijk. En daar had hij gelijk in. En zij verwonderden zich over de hardvochtigheid van al die herbergiers. Maar het was ook 2000 jaar geleden, moet je denken, en zoiets kwam nu niet meer voor. En juist op dat ogenblik werd er gebeld. De man legde de banketstaaf neer die hij zojuist naar zijn mond bracht. En hij keek chagrijnig. Dat is nu vervelend, zei hij. Er is ook altijd wat. Hij knoopte zijn servet los, sloeg de kruimels van zijn knie en slofte naar de voordeur. Er stond een man op de stoep met een baard en heldere ogen. Hij vroeg of hij hier schuilen mocht, want het sneeuwde zo. Het was namelijk een witte kerst, dat heb ik nog vergeten te zeggen. Hoe kan ik zo dom zijn? De beide mannen keken elkander een ogenblik zwijgend aan en toen werd de een door grote drift bevangen. Uitgerekend op kerstmis, zei hij. Zijn er geen andere avonden? En hij sloeg de deur hard achter zich dicht. Maar terug in de kamer kwam er een vreemd gevoel over hem. En de tulband smaakte hem niet. Ik ga nog eens even kijken, zei hij. Er is iets gebeurd, maar ik weet niet wat. Hij liep terug naar de stoep en keek in de warrelende sneeuw. Daar zag hij de man nog juist om de hoek verdwijnen, met een jonge vrouw naast zich, die zwanger was. Hij holde naar de hoek en tuurde de straat af, maar er was niemand meer te zien. De twee leken wel in de sneeuw te zijn opgelost, want het was, zoals gezegd, een witte kerst. Toen hij weer in de kamer kwam, zag hij bleek en er stonden tranen in zijn ogen. Zeg maar even niets, zei hij. De wind is wat schraal, het gaat wel weer over. En dat was ook zo. Men moet zich over die dingen kunnen heenzetten. Het werd nog een heel prettig kerstfeest. Het was in jaren niet zo echt geweest. Het bleef sneeuwen, de hele nacht door. En zelfs het kind werd opnieuw in een schuur geboren.